Zo, ik heb net een uurtje gelegen. Ik werd wakker, ik schrok wakker. En ik ben nu hier en bezig. En zo leuk de kinderen in hun schooluniformen te zien. En ik heb laat je mijn gezicht zien. Hi, bij jou mensen. Sorry hoor. Oké, zo. Nice. Je ziet de kinderen in uniformen staan. De school is blijkbaar dus net afgelopen. Het zijn hun bussen. Hier dus instappen. De bussen van hier. In Barbados. Ik ga nu richting de beach om even te lopen. Ik was al om 6:30 gehaald. En denk ik, daar ga ik eventjes kijken. Ik ga zo meteen terug, maar ik wilde even dit laten zien. En je hebt verder heb je die kleine winkeltjes, heb ik begrepen. Dat zijn hele leuke huizen. Daar ga ik naar kijken. Hebben ze. Dan kan ik oversteken. Je ziet hele mooie oranje uniformen. Als je het ziet. Ik denk middelbare school. Kijk, ja, die kant. Wat kom je? En blij. Het Can I show you? When I talk to you? Can I turn the camera towards you? No, no, okay. Can I ask you? This uniform is the elementary. What school is this? Secondary school. So there is a uniform you all wear. No, I got the raw ones, but only the peach and shirt inside. Only the peach? This is a peach? Mm-hmm. And what inside? Like, it's got skirt and then it got overall. Okay, so what is this? Did you need this? Oh, what's called it? And why is that? It was just part of the uniform. Yeah. Okay, thank you so much. Bye bye. Okay, dat was heel mooi om te zien. De oranjeachtige uniformen van de schoolkinderen. Het is een prachtige appartementencomplex. Totaal anders als Suriname, moet ik zeggen. Voelt goed. Heerlijk. En hier schijnt dus, ik wilde weten waar de, hoe de ding was. Ben ik hier, ik kom hier boren, ik weet niet of het mag, dat ik gek ben. Oh my god, ik loop zomaar in gras hier. Dus ik vroeg aan de meneer, ik zei, meneer, hoe loop ik naar de beach? Hij zei, nou, stap maar in, ik geef je wel een lift. Dus ik ingestapt. En toen zei hij, kijk, hier zijn allemaal kleine winkeltjes. Het lijkt gewoon op huisjes. Maar er zijn gewoon allemaal winkeltjes. Dat is grappig. Prachtig. Allemaal winkeltjes. Die van die kleine mooie huisjes. Nog heerlijk even in de zon. In de schaduw nu. Ze zijn gesloten. Maar het is een Chatel boutique. Mooi prachtig. Hoe mooi is dit? Het heet de Chatel Village Whole Town. Zo, dan ga ik dus hier. Jullie lopen met me mee, hè. Want ik kom hier ook voor het eerst dus. En dan zie je maar van die kleine winkeltjes. En die gewoon huisjes. Prachtig, toch? En die kleuren, oh man. Weet je, het fleurt er gelijk op, hoor. Kleurtjes. Heerlijk hier en ik hoor een vogeltje. Was Maxime nu? Oh, kijk. Ben jij die dat geluid maakt? Ja. Hallo vogel. Hallo. Kijk, dat zijn hun bussen. Schoolkinderen maar lekker luid doen in die bus. Prachtig. Ja, dat zijn de vogels. Het zijn allemaal winkeltjes, dat is toch niet te geloven? Wat leuk! Dan loop je gewoon in een soort, gelijk was je een soort van huizenachtige. Souvenirs zijn hier open, dit is voor rentals, voor long term, dus een soort van makelaarsbedrijf dan, hè. En hier kun je voor souvenirs gaan, en die zon is killing. I can tell you that, maar ja. Daarvoor binnen gaan blijven vanwege de zon, dan kom ik nergens.
Dan zie je hier, ze hebben allemaal souvenirtjes. Kijk of ik naar binnen kan. Watch your step, oké. Hi. Dit is dus een gift shop. Allerlei leuke dingetjes die ze hebben. Oh, prachtig. Met verbieders ding. Een leuke. We gaan niet shoppen, maar kom wel even kijken. Maar even spieken. So nice. Sorry, thank you. Nou, dus hier hebben we het gezien. Allerlei leuke t-shirtjes ook. Maar kleur. Dat was even lekker in de airco, hè? Ga ik niet liegen. I love it. Die kleurtjes, die maken me helemaal zo blij. En dat is denk ik een van de eerste. Of de laatste, kun je ook zo zien. Met kleertjes, boutiqueje dan. Zo, je ziet hier ook een mooie winkel. Zo, het is hier ongeveer 3:30 denk ik. Ik ga weer teruglopen waar die meneer me net heeft afgezet, want daar is dan een. Kijk die meisjes met hun uniform, vind ik zo mooi. De oranje kleur. Dus dit is, we heten het ook al zeg. Wat heb ik de naam kwijt? Ik ga het nog een keer checken. Havana Hut Cigars. Degene die, ik heb een kennis in Suriname, die houdt van sigaren. Ik zou hier naartoe moeten, Havana Hut Cigars. En die prachtig mensen. Ja, leuk hè, Urmi. Gewoon lekker van alles en nog wat. En je hebt dan hier lekker bij de boom zo'n zitgelegenheid. Café Bar Charisma. Heb daar allemaal nog door. En daar was aan de overkant de beach. Is iemand die hier spullen verkoopt. Moet ik hier lopen? Dan ga ik zo. Nee meneer, laat u maar met rust. Ik hoef niks. Dat is gezellig zo zitten hier. Hier is ook op Curaçao. Hi. Hallo. We zijn in een bepaalde wijk van Barbados. Ben ik hier geboren? Ja. Het lijkt wel een verkeersregelaar deze meneer. Ik weet niet of hij een agent is. Het is een uniform van de kinderen en ze hebben allemaal een patch op hun is aan de bus. De school is dus blijkbaar net uit. Je ziet het. Jongens hebben ook korte broeken aan met sokken. Meisjes. Nice. En daar verderop zei hij, hier was het winkelcentrum. En hier is dan de bushalte. Even Starbucks ook koffie hier. Nou, wat ga ik doen? Ga ik eerst naar, naar het winkelcentrum en daarna naar de beach? Zeg het maar. Nou, laten we maar even lopen naar het winkelcentrum. En daar is dan de beach. Staat er ook bij. To the beach.
Dus dan is het, als ik daar naar beneden ga, zie je het al. Maar laten we even gaan kijken. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Gaan we naar de beach of gaan we eerst naar winkelen? Oh my god. Ik twijfel. Nou, we gaan gewoon hier. Is hot! Oh my god, is hot. Maar goed, we zijn hier op Barbados. Beautiful island Barbados. The island. En we zien hier, ik ga morgen ook naar Rihanna Drive, waar ze vroeger waar ze gewoond heeft of something. Vanavond ga ik naar een dinnershow. Dus vandaar dat ik nu even, ik heb even een uurtje gelegen. Hier, geen stoplicht, hoor. Voor mij kan ik gewoon doorlopen. Ja. Evacuation. Oh, move away from the tsunami hazard zone. Ik zie niet zo goed omdat de zon schijnt op mijn scherm. Maar ik hoop dat jullie meelopen met mij hier in Sweetie Barbados. Iemand zegt dat daar het winkelcentrum was, dus ik ga kijken of het daar ook. Het is een meneer uit Kroatië die hier al 30 jaar woont. Nog aardig dat hij me een lift gaf. Zo, en toch wel een eindje lopen hoor, naar het hotel terug. Het ziet er netjes uit, moet ik zeggen, de straten. Ik kan niet anders zeggen, je weet, ik let daarop. Een soort van faya lobby's. En daar blijkbaar is het winkelcentrum. So let's see. Gelukkig plek om te lopen als voetganger. Wat ik ook belangrijk vind, is dat je kunt lopen. Hier is, zijn mijn bussen. Dat is een mooi kerkje. Maar je ziet, je hebt voetpaden, tenminste. Ja, ik kan gewoon hier lopen. Ik hoef niet bang te zijn dat ik omver word gereden. Hi, is the mall there? Sorry? Is that the mall over there? Thank you so much. Hun toeristenseizoen is vanaf oktober tot en met juli. Dit is zeg maar, zijn de rustige maanden. Hoorde ik ook van de taxichauffeur. Je hebt mooie bushaltes. Leuk hoor. Lime Grove. Oké, dat zei hij. Dat is Lime Grove. Heb ik onthouden. Oké. Let's see what they have here. Hij vond het, hij zei, het is een leuk winkelcentrum. Ik zie Cartier. Ja, dat kan niet. Hebben geen Cartier zijn, toch hoor? Oké, wat gaan we doen? Gaan we erin? We gaan gewoon doen alsof we gek zijn, vind je niet? Ik ben toch niet alleen, jullie lopen mee. Maar Cartier, daar hoeven we niet naartoe, want dat kunnen we niet betalen. Oké, dit is het overdekt winkelcentrum. Gezellig! Vakantieman! Love this! Oh wow, people! Wow! Kijk wat ze hebben gemaakt! En een grote ventilatoren, plantenbakken, kijk deze prullenbakken, dat zou ideaal zijn toch, in de stad, love it, mooi man, die boogjes, oh is nog boven ook, nou gaan we ook weer naar boven mensen, eenmaal andermaal willen jullie weer naar boven of niet? Het hebben we boven. Ik had een doekje moeten meenemen.
Boven hebben we, I don't know, we gaan. Wil je mee? Ik moet zeggen, erg schoon, dat is wat mij opvalt. Daar kijk ik naar, dat vind ik als toerist belangrijk. Je wilt toch in een schone omgeving zijn. Hè? Vind ik, oké. Nu zijn we boven. Oké. Really nice. Really nice. Prachtig hoor. Leuk overeind. Allemaal hebben dingetjes van de, voor toeristen. Leuk. Prachtig, zeg ik. Ja. Hi. Even kijken hoe mooi daar is. Hier, dat is helemaal prachtig. Hier ook. Wow. Leuk, man. Heel leuk. Oké. Groot. Toch gezellig. Oké, gewoon hier zitten. Beetje Amerikaans. Gallery. Ook leuk. Mooie schilderijen. They're open, the gallery. Please use front door. De andere deur. Oké, nou. Het is wel eventjes lekker zo. Waar ga ik hier? Gewoon een rondje maken. Prachtig gedaan. Kijk eens, het is van trap dingen en heb je plantenbakken. Mooi. Het is ook een geweldige prullenbak. Dit ruime opening. Kun je zo je spullen gooien. Oh, hier heb ik net gelopen. Oh, ik heb gewoon een ommetje gemaakt. Dan kan je hier zitten, lekker koel. Er zijn niet veel mensen live die kijken, die zijn niet zo geïnteresseerd in Barbados. I like it. Oké, ik ben hier vandaan gekomen. Zo, so, downstairs is daar. Hier heb je de restrooms, ook belangrijk. Allemaal ziet het er schoon uit. Zo is natuurlijk ook bij ons winkelcentrum in Suriname. De Hermitage Mall. Het is 1 uur tijdsverschil met Suriname. Wij zijn, Suriname is een uurtje eerder. Dus ik weet niet hoe laat het nu is in Suriname. Dan weet ik gelijk hoe laat het hier is. Een flauw idee, mijn horloge is stuk. Dat weet je. Waar kom ik vandaan? Hier vandaan? Ik denk dat niet. Nee, hier kom ik definitely not vandaan. Ik ben dat betreft heb ik een oriëntatievermogen van 0,00. Oké, nu zie ik het al waar ik ben. Hier was ik net. En we gaan nu naar de beach. Zo leuk hè, die kroon. Mooi, hè? We zijn in Suriname 4:30. Oké, dan is het hier 4:30. Oké, ik word over 3 uurtjes gehaald. Dan ga ik even naar het strand. Oh, heerlijk, de wind hier, jongens. Mensen, oh, dat is het prachtig. Den Haag in de house. Zoetjes terug. Oh, heerlijk.
Oké, dan gaan we nu die kant op. Hi. Ga ik even weer mijn zonnebril opzetten. Ik vind het geweldig mooi. De uniformen. Tot 2021 was Queen Elizabeth nog de head of state. Oh, die meneer rijdt ook hard. Met de schoolkinderen. Kijk ze allemaal staan bij de bushalte. Wachten op de bus om naar huis te kunnen. Ook hier hebben ze van die afgezakte broeken. Tonight's church over there. Oké. Okay. Oh, bijna over mijn sokken gereden. Oké, okay, ja, ik kan hier lopen, zie ik. Oké. Okay. Mooi. Oké, okay, ga ik hier terug, want we wilden naar de beach, toch? En eigenlijk zag ik dat ik over ga steken. Oké, okay, rennen. Kijk, en dan heb je hier een pad om te lopen. Om hier op straat te lopen, moeilijk doen, langs allerlei rommel, mooi. Zo, this is nice, van Barbados. Als het goed is, dan gaan we naar de beach en ga ik even wat drinken. Want, Hi, can I ask you something? I'm not from here. Is that a uniform of the... Primary school, one of them. Okay, can I show it to the people? Oh, yeah, sure. Okay, this is nice. This, I like this. And this on the back. Beautiful. Thank you so much. Yeah. Bye-bye. Het is van de lagere school, zag u dat uniform, heel mooi. Het is natuurlijk ook nog steeds van vroeger, hè, van Engeland. Die tijd het allemaal uniformen hadden. Dus ik vind het mooi, we hebben het ook in Suriname, maar in Suriname... hebben ze allemaal nu hetzelfde. Dus vroeger kon je herkennen aan de schooluniform van welke school op welke school je zat. Dat kan je nou niet meer, want iedereen heeft blauw aan. Je weet alleen maar, het is een middelschool. En die groen gestreepte, dat is van de lagere school. Zo. Even hier in de schaduw gelopen. Oké, dat is ook weer een ander uniform, zie ik. Nou, leuk. Ik ga morgen ook nog twee scholen, hè. Naar de lagere school en naar de middelbare school. Nou, ik kom gevraagd dat ik even wilde gaan kijken. Dit is nog uit hun geschiedenis. Toen ze ook... Ik zie de twee kanonnen staan. This monument commemorates the anniversary of the first landing of Englishmen from the Olaf Olaf Blossom. In 1905 is er de cornerstone gelegd. Oké, maar zoals ik al zei, is het die kanonnen. Nu ben ik zomaar hier gelopen, maar volgens mij moet ik die kant op. Ik ga gewoon doen. Ja, pas in 2021 is Queen Elizabeth af head of state. Want zij was tot 2021 was Queen Elizabeth nog head of state van Barbados. Terwijl ze in 1966 al onafhankelijk waren, zeg maar. Maar in 2021 dus echt een republiek zijn geworden. Met een president en een prime minister zoals Mia Motley is. Ik heb een beetje gelezen, natuurlijk over het eiland. Er staan weer de kinderen daar bij een bushalte te wachten, lekker in de schaduw. En volgens mij was hier het strand. Dacht ik wat die meneer had gezegd. Als het goed is, gaan we het zo zien. Klopt het? Yes, het klopt. Je ziet het water al, de zee. We gaan dichterbij. En
Hij stuurde me naar een bepaald restaurant met Naomi Vergita, nee. Surfside? Nee, was het niet. Is dat dus, de meeste zijn ook gesloten, omdat het niet het toeristenseizoen is. Het toeristenseizoen begint dus volgende maand. En daarom hebben zij volgende maand ook een Food and Rum Festival. Dat is in 22 oktober, dacht ik. Oh, wat heerlijk dit zeg. Jongens. Kijken waar ik een beetje in de schaduw kan gaan staan. Even meegenieten. Dan kan ik nergens wat drinken hier. Alles is tappel. How are you doing? Dit is het water, niet zo ziek is. Leuk. Kun je het een beetje zien, mensen? Aha. Lekker hoor, hè. Ik ga even verder lopen, want ik zie daar wat meer mensen. Misschien is er daar iets. Ik kan zeggen, ga even zitten. Het geluid van het water alleen is natuurlijk top. Nou, het eerste dat me opvalt is de schone omgeving. Nee, ik denk niet dat er echt verder iets is om te drinken. Hi. Is there any restaurant open where you can sit and drink? There's one further down. So I have to walk like that? Yeah, can otherwise you have to go back in the main room. Okay, yeah. And then I'll see it. Yeah. What's the name, you know? The one there is tied. It's more like a fine dining. Uh-huh. But when you go further down the road, you have a few... I can see. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah, we thought this one is open as well, but yeah. But it's not the season, right, for it? No, okay. It's not the season, yeah. No, thank you. Yes, thank you so much. Zij staat hier gezellig, dus we zijn nu opgestaan. Is het nou een septic tank? I don't know. Oké, maar wij gaan even hier zitten. En dit. En dit. Ja, het is echt op inderdaad 10 minuten loopafstand, hebben ze gezegd, van het hotel. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zou echt niet weten hoe, want ik heb niet opgelet hoe die meneer heeft gereden. Ik weet wel dat ik dorst heb. Daar is het blijkbaar niks. Zij kwamen ook hier om hier wat te drinken, zeiden ze. Met de witte mensen in het water, die worden helemaal rood. In die zon. Love it. Prachtig, hè, Lloyd? Prachtig uitzicht, ja, ja, natuurlijk prachtig. Ook hier zie je natuurlijk enkele verdwaalde blikken en flesjes. Dus volgende maand de Food and Rum Festival in Barbados. En zij hopen dus weer meer toeristen te krijgen. De chauffeur zei vandaag tegen me, na COVID hebben ze het alleen maar drukker gehad. Het is eigenlijk alleen maar beter geworden. Want
Heel veel mensen willen nu echt op vakantie na de toestanden met COVID. Ja, iemand zei, het was 1600. Maar daarom lijkt het me een combinatie van naar Suriname vliegen. En dan vanuit Suriname vliegen rechtstreeks naar Barbados met de SLM. Dan is het denk ik, of ja, goedkoper, heb je beide landen gezien, misschien voor dezelfde prijs. Me too, Lloyd, me too. I still have that dream. Het is nou erg zon hoor, felle zon, alsof ik ga zitten op een van die rotsen om mijn voeten nat te maken. Het was zo mooi vandaag, een reageerde vriendin van mij. En die ken ik al. Ik ben nu 64, ik was. Hoe oud joh? 24 of zo. Dus bijna 40 jaar ken ik Antoinette. En Antoinette Arduin zegt, ze zegt, hey Gloria, eindelijk naar het land waar je altijd naartoe wilde. Dat ze dat nog weet. Dat Antoinette het nog onthouden heeft, dat ik altijd heb gezegd, zie je, Anouali, leuk om te zien dat iemand het nog onthouden heeft. Van Barbados, daar wil ik naartoe. €1560. Vanuit Suriname is het vele malen goedkoper en betaal je voor mij $500, dacht ik. Een ticket naar Barbados. Ik dacht $500, maar dat ga ik even voor je opzoeken, Muriel. Maar daarom krijg je zo van twee landen één gevoel, dus dat je gaat naar Suriname. Je chillt daar 2 weken of zo, dan kom je 1 week richting Barbados, dan ga je weer terug naar Suriname, weer terug naar Nederland. Dat is waarschijnlijk dan nog, ja. Maar vanuit Suriname is het niet zo duur. De vogeltjes ken ik niet in Suriname. Hallo? Ik heb ook nog geen loslopende honden gezien. En die vlogen met de snorkel in het water. Wat ik ga doen, ga ik even lopen naar het water. Lopen jullie mee? Ga je mee? Ga je mee? Hey, vogeltjes. Hoe gaat het met jullie dan? Hey guys en girls. Is er een vergadering hier? Hebben jullie quorum? Nee? Oké, nou de vergadering niet doen. Ik ga even hier lopen, dat mijn voeten nog net nat worden. Ik krijg alleen maar zand op, dat is ook minder. Zie je dat? Kom maar op, kom maar op. Een van mijn dromen is ooit eens op een strand op een paard. Mijn dromen kunnen uitkomen. Kijk nu hier op Barbados nou. Kijk mij nou hier op Barbados. Oeh, wat is dat? Oh, lekker hoor mensen. Oh, even lekker. Hey! Zo, het was een flinke. Oké. Ga ik nu deze kant. Oh god, het is alleen maar zand. Oké, niet getreurd. Vroeger als kind zei ik, mama zand aan mijn voeten, mama zand. Ik kon niet tegen zand. Nou, dan komen deze mensen weer. Die komen denk ik lekker gebruik maken van het strand. Hi. Die gaan even een duikje nemen. In deze hitte is het wel lekker hoor. Nou, die mevrouw zegt, ik moet naar de hoofdweg weer lopen. Nou, wat zullen jullie van tot nu toe van deze tour van mij?
Oké. Okay. Dan moet ik nog mijn weg terugvinden naar het hotel. Lachen. Echt niet opgelet hoe die man is gereden. Oh man. En toch die wij dit kennen wij toch als Angalampo of niet? Ik heb wel trek in iets mensen. Hungry. Macy's stores. Supermarkt, oh, daar kan ik ook misschien wat. Ik zie daar een Burger King. Ik wil helemaal niet van Burger King. Klein hoor. Klein grilling. Oh nee, KFC. Oeps. Kijk ze allemaal zitten staan bij de bus. En ik kan vrij lopen hier, dat is wel lekker hoor. Hé. Ik weet natuurlijk niet of het overal zo is in Barbados, maar... Sassia's restaurant en beach bar. Kijk, je kan zelf op die grote stenen zitten om te wachten op de bus. Hoe lekker. Oké, ik sta eventjes maar. Dat is een lijn, zeg maar een bus van de overheid. Dit zijn particuliere bussen. Fijn dat jullie genieten. Ik vind die huisjes daar zo prachtig. Ik moet teruggaan naar het ene. Nee, ik ga gewoon lopen. Kijken of ik kom bij het hotel. Het resort. We hebben gezien hoe mooi het huisje is waar ik zit. Dus ik had iets kunnen kopen in een supermarkt. Dat was misschien wel handig. Of niet? Cafébar staat er dan, maar waar dan? Even kijken hoor. Ik zit een beetje hard op te denken om met jullie mee te praten. Ik kijk van. En dan komt er een bus aan, dat staat op school. Dus de bus, schoolbus dan. Nice hoor, kijk, school, zie je? Right? Het is een appartementencomplex. Villa's on the beach. De transportbord voor schoolkinderen, kijk maar. School. Nette bussen. Wow. I have a dream. Sorry. Sims James Villa. Oké, weer even in de schaduw hoor. Het zijn dus particuliere bussen. En die grote bussen waren de schoolbussen. Nice. Ocean Terrace Lounge. Huh. Als dat hier toe.
gewoon ergens kunnen zitten, wat te drinken. Blijkbaar is heel veel dicht vanwege het seizoen. Het is niet, het is geen toeristenseizoen nog. Dus dan is, zijn de strandtentjes niet open. Oké, ik loop wel. Deze kant heeft die meneer kwam mee vandaan. En je ziet het, ik kan vrij lopen. Niet bang te zijn dat er een auto over mijn sokken rijdt. Niet dat ik die sokken aan heb hoor. Maar... Hi. Heel veel estate bedrijven, zie je. Oh, dan gaat de lijkenwagen. Ik weet niet zeker of we daar vandaan uit die straat kwamen. Maar goed, dan... ik heb mijn Hollandse mond en een Engelse tong bij me. Medical Center. Oh nee, dat is niet natuurlijk. Oké, nu weet ik het niet meer. Fine wine, ja, ik drink geen fijn. Ik hoopte dat daar iets was, want ik zie een medical center. Ik kan me niet herinneren, jongens, dat ik daar vandaan ben gekomen. Cannot recall. Cemetery Lane. Oké. Daar moet ik niet naartoe. Een gift stand en souvenirs. Fine wine and spirits. Moet ik verder rijden, lopen? I don't know. Zo, die guy. Oké. Die gaat doen, die gaat er even uit. Ga ik even vragen waar ik moet zijn. Maar goed, dus we hebben hier gelopen een beetje. Ja, Barbeense dollars, ja. Ik heb $200 gewisseld, US dollars. En ik heb 400 gekregen, Barbadian dollars. Zo, checking what to do. Of ik ga even naar de supermarkt om het te nassen. Dat kan ik ook doen. Want ik heb echt een beetje honger. En ik word om 6:30 pas gehaald. Het bordje eet is 7:30. Maar wel, we houden het niet vol. We komen net voorbij een supermarkt, toch Macy's of something. En dan ga ik oversteken, want het was aan de andere kant van de weg. Kan ik? Ja, volop. Ik vind het leuk waar hun bushuisjes. Netjes. Gewoon simpel hout. Hup, niks aan de hand. Hup, staat er. Niet kapot gemaakt. Prachtig. En Barbados is volgens mij maar 230 vierkante meter groot. Dacht ik. Of 2000. Even. Suriname is wel 10 keer zo groot. Dat maakt het misschien ook makkelijker hè, als je in een klein land zit. Om
het wat makkelijker te onderhouden is ofzo. En het feit dat ik zo kan lopen hier, hè? Zie je dit? De weg is redelijk schoon. Dan komen die particuliere bussen rijden, ook als idioten hier. Oh my god. Ik ga kijken of in dit kleine achtige winkeltje of er ook iets is dat je kunt drinken. Hora bere even. Of naar de supermarkt om een beschuitje te halen. Oké, dat is zo'n ouderwetse telefoon. Huis zelf. Live, right? De Châtel Village Whole Town. Dit zijn dus de particuliere bussen. En zo bij ons hebben we de lijn 5 en zo. Die zien er wel ietsje beter uit dan die de onze. Het is echt prachtig dit, toch? Nee, ik ben geen bakker tegengekomen. We gaan dus niet naar Macy's supermarket. 420 vierkante kilometer. Oké. Okay. En Suriname. Van die heel van die zwarte vogels. Dus zien we dat. Hi guys, er is een vergadering hier aan de hand. We gaan even kijken naar die Macy's supermarkten daar hier zo, vlak voor me. Starbucks koffie, oh ja, misschien kan ik daar een, iets drinken natuurlijk. Hè? Ga ik hier weer boren hoor, ik zie die man ook boren. Ga ik ook even boren, even boren. Oh, kijk nou, de kippen. Hoi jongens, dames. Ik zie een Starbucks, of soms hebben ze ook iets te nassen bij Starbucks. Macy's Store Supermarket. Oké, ik ga er ook uit, want ik ga nu in de supermarkt en ga ik hier met mijn telefoon aanlopen. Dank jullie wel voor het kijken. We hebben een beetje meegenoten van het stukje strand in Barbados en de schoolkinderen, de schoolbussen en de schoonheid van Barbados. En ik zie gewoon een kip daar. Oké, vanavond ben ik er weer bij met Harbor Lights. Voor de volgende keer. Ziet er allemaal heel keurig uit en helemaal verzorgd hoor. Kijk die kip. Die loopt daar gewoon. Een haan. No, thank you. Oké, mensen, later.